En welkom mensen van Dutch Gaming en welkom bij de nieuwe aflevering van Planet Zoo, waar we natuurlijk onze eigen dierentuin maken. Zoals jullie zien gaat het al wat beter. We hebben het eerste verblijf uiteindelijk binnen. We gaan vandaag het tweede verblijf maken. Alleen jullie weten dat natuurlijk een beetje dat ik autistisch ben en ik kan er niet zo heel erg tegen dat het scheef staat. Ik denk ook eigenlijk niet meer dat we dit recht krijgen, maar ik wil het in ieder geval gaan proberen. Even kijken, dan moet... ik druk ook een keer de verkeerde knop in. Ik wil eigenlijk... dat het hier scheef staat maakt mij nog niet zoveel uit, maar dit zit in mijn zicht. Dat vind ik niet zo leuk. Ik snap het niet helemaal. Oké. Dan wil ik dit namelijk eventjes proberen zo naar voren te zetten. Dit gaat niet meer recht komen, denk ik. Dan kijken we wel een andere keer naar. Volgens mij zijn de beren wel tevreden. Ik moet hem eigenlijk weer naar het handelscentrum zien te krijgen. Nee, ik moet die beer verplaatsen. Jou niet. Even kijken, welke was het? Deze. Nee, dat moet niet verplaatst worden. Ik wil die beer verplaatsen. Dat snappen ze niet helemaal. Verplaatsen, mooi. Want daardoor zijn de protesten momenteel, volgens mij, door dat beest. En ik wil graag van het beest af, want we hebben natuurlijk één beer te veel gekocht. Dan zou je denken van ja, die beer zou je dan weer in het verpak kunnen doen, klopt. Maar we hebben er niks aan, want die beren leven maar in twee personen. Het zijn niet echt groepstieren. We hebben een mannetje en een vrouwtje er al in zitten. En nu moeten de protesten gestopt zijn. Oh, ze zijn er nog steeds. En waarom zijn ze er nog steeds? Oh, het slechte dierenwelzijn van Tanner. Daar moet even een dierenarts naar gaan kijken. Anders gaat die dood. En dat mag niet. Want de inspecteur arriveert over 9 maanden en zoals jullie zagen in de vorige video heeft hij ons natuurlijk al een boete gegeven de vorige keer. En dat wil ik nu graag voorkomen. Zoals jullie zien hebben we natuurlijk ook bomen geplaatst in de vorige video. Dat klopt. Wij gaan hier uiteindelijk weer een verblijf neerzetten. Maar voordat je een verblijf maakt ga je al het eerste dier zelf kopen. Nou, dat gaan wij ook doen. Dit keer wil ik niet een dier hebben met slecht welzijn. Want dat hebben we de vorige keer natuurlijk ook al gedaan. En dan doen we qua prijs, doe je eigenlijk altijd op cashlijst en een aantrekkingskrachtdier, want ja, daar komen de meeste mensen eenmaal van. Even kijken, we hebben natuurlijk de grizzlyberen, hebben we natuurlijk al. Je wil eigenlijk wel een mannetje en een vrouwtje van beide dieren. We hebben van de aardvarken een mannetje en een vrouwtje, dus op zich kunnen we die wel nemen. Oh, ik heb weer niet gekeken naar... Ik zet ze eerst allemaal daar neer. Want dan weet ik in ieder geval dat ze beter zijn. Ik wou zeggen, ik had er nog eentje. Oké, we hebben dus niks in de opslag.
Maar wel als het goed is in de quarantaine verblijven nu. Ja, mooi. Want dan kunnen die uiteindelijk straks verplaatst worden. Maar eerst moeten we dan ook nog even kijken inderdaad op Zoopedia. Want ik heb nu wel heel leuk dieren gekocht. Maar ik weet nou nog steeds niet wat de bedoeling is qua hek. Hoeveel wat ze nodig hebben. Ze leven in een grasland en in een tropisch. Zo, dat had ik niet verwacht. Ze hebben 330 vierkante meter nodig. Ik ga ervan ja, klasse 2 hek. 16 tot 42 graden. Ze leven inderdaad met maximaal 2. Dat komt mooi uit. Even wachten hoor. Want ik zie dat de beer niet tevreden is met het gras. Zo. Nou, dan gaan wij bezig met de omheiningen. Klasse 2 moest het hek zijn. Nou ja, om de verblijfsdeur een beetje dichtbij te houden. Plaatsen wij die hier neer. Klasse 2 dus, daar wil ik wel een mooi hek van hebben. Glas is klasse 3, dat wist ik niet eens. Ik dacht dat dat ook klasse 2 was. Een golfplaat, ja, dat vind ik niet mooi. Ik snap niet waarom hij dat niet pakt. Ik snap dat niet. Wat heb ik verkeerd aanstaan? Even kijken. Ik wil graag hem vanaf daar doortrekken. Maar dat mag niet. Boom weg. Ik mag het verblijf niet maken. Ik wil de omheining bewerken. Zo, en dan wil ik eigenlijk alleen dat andere selecteren. Ik krijg het niet voor elkaar om dat hek paneel tekort. Maar dit ziet er erg lelijk uit.
Even wachten hoor, de omheining zo. Volgens mij is dit groot genoeg. Oké, dan ga ik ze alvast in het verblijf doen. Ongeldige bestemming. Waarom kunnen ze hier niet in? Deze is toch af, lijkt mij. Oh nee, natuurlijk nog niet. Dit staat natuurlijk nergens op dat dit niet kan. Kunnen ze er nu wel heen, want dit is echt een gekloot om niks. Quarantaineverblijf. Dames en heren, als jullie weten hoe ik dat kan uitzetten wat er net is gebeurd, moeten jullie dat even vooral achterlaten. Dit had ik nooit, alleen op dit. Waarom kan dit niet als gebruikt worden? Nou ja, omdat dit nog niet af is. Even kijken hoor. Oké, ja, dit ziet er niet uit, maar ik weet nu wel hoe ik het de volgende keer moet stoppen. Als het goed is, is alles nu wel dicht. Yeah.
Nog niet. Maar volgens mij is alles nu dicht. Nee, want dit, hier kan je gewoon nog doorheen. Wacht. Zo. Ik moet dit eigenlijk even weghalen. Mooi. Dan is dat weg, dan is dat ook niet meer lelijk. Zijn we alweer 9 maanden onderweg, joh. Oké, zo, dan kunnen ze als goed is nu wel het verblijf in. Activist gezien, ja, daar kan ik niet zoveel aan doen, want die beer. Oké, ze kunnen daarin. Ik ben wel nieuwsgierig. Oké, dan gaan wij alvast het verblijf even mooi maken. We gaan er in ieder geval een shelter in zetten, een kleintje. Ik moet eigenlijk de boel nog wel eigenlijk net iets. Oké, eens kijken. Het welzijn van het dier is niet goed. Terrein. Oké. Mist aarde. Oh, ze hebben ook al kort gras nodig. Zo, dat staat allemaal net goed. Oké, het is net iets te klein, vinden ze. Als wij nou dit stuk weten iets naar voren te trekken. Oh, dat was niet de bedoeling.
Ah, deze kan ook wel iets daarvoor, hè. Ze zijn er nu alle twee. Even kijken. Zo. Hier kunnen ze dan misschien in schuilen. We moeten alleen nog even een plat dakje hebben. Het werkt nog niet fantastisch. Ah, ik vind het niet mooi, maar moet het maar zo. Mooi. Het is echt lelijk. Maar in ieder geval hebben ze dat ook dan genoeg. Oh, en nu komen ze te kort gras. Oké, waar komen ze nog meer tekort hier? Oké, we gaan hier alvast even een bedje inleggen. Nee, dat wou ik niet. Ik kan een slaapplekje voor hem maken. Dit is een aardvarken, toch? Oké, zijn welzijn gaat iets omhoog. Ik moet even kijken of we wat speeltjes hebben. Aardvarken.
De aardvarken vindt niet veel leuk. Wel, zij gaat van beide dieren omhoog, dat is wel fijn. We moeten alleen nog wel voedingbakken neerzetten. Ja, ik heb nul verrijking items voor ze. Dus dat is een beetje irritant. Dan moeten we even gaan onderzoeken. Ja, daar kan ik niet zoveel aan doen. Oké, okay, de grizzlybeer. Dat is mooi. Dan kan ik misschien wat verrijking items toevoegen. Geld raakt op, ja dat snap ik, maar... Nu heb ik als het goed is wel wat verrijking items voor de beer. Ook voor de aardvarkens wat verrijking. Ze zijn nog niet helemaal blij. Even kijken of ik ze een beetje helemaal blij kan maken. Voerverrijking. Oh, die hebben we denk ik nog niet voor het aardvarken. Wat we in ieder geval kunnen gaan doen... Oh. Is wat informatieborden gaan plaatsen. En dat moet dan bij verblijf. Nee, bij dit. Daarvoor heb ik denk ik wel vivariums nodig. Even kijken. Ik heb nu leuke vivariums staan, maar ik heb nog geen vivarium dier.
En die kan ik nog wel halen. Voor die points. Nou, dat doe ik wel. Ik ga hier een pad omheen laten lopen. Hier zit dan nu een dier die het welzijn niet leuk vindt. Het ontwerp biedt gedeeltelijk verrijkingsopties. Oh, het is te koud. Kan ik de temperatuur veranderen? Ja. Ja, dan moeten we dan nog even onderzoeken. Dat kan nu niet, want ik heb daar niet genoeg dierenverzorgers voor. Zo. Even kijken. De temperatuur is matig hier. Dier is te warm. Ja, er is geen goede schuilplaats voor het dier. Dan moeten we weer zo lelijk iets gaan maken. Ja, dat wordt een probleem, want ik heb het hier een beetje dichtgemaakt. Want als ik dit dicht maak. Dit kan dan weg. Want ze raken gestreste dieren. Ik kan het andere beertje niet vinden. Maar die is al redelijk blij. Dat is mooi om te zien. Bij de aardvarkens gaat het ook wel goed, alleen ze zijn hongerig, ja, dat begrijp ik. Thank you.
Daar krijg ik zo een eten uit. Die doet ook zijn best. Oh, dan mogen ze wat duurder. Oh, de aardvarken krijgt een kindje. Krijgt nu al een kindje. Althans, ze gaan paren. Dat houdt in dat ze kindjes gaan maken, volgens mij. Of krijgt ze al wel kindjes? Oh, nee, ze doen nog niks bijzonders. We hebben een cadeautje. Bezoekersaantal. Krijgen we weer geld van. Die zit echt als een doldwaas te rennen. Ja, ik ga dit dier wegdoen. Want hij levert mij alleen maar negatieve aandacht op. En dat wil ik niet. Het is simpelweg nog niet te groot om een tweede grizzlybeer te hebben. En hij kan alleen prima leven. Kijk, ze gaan weg nu. Nou ja, hun zijn in ieder geval weg. We hebben alweer heel veel dieren in ons park, althans twee erbij. Waarvan er een paar al lekker bezig zijn proberen kindjes te krijgen. Althans, dat gaat nog wel komen bij hun, denk ik. Even kijken, dan hebben we alles wel gehad. De bezoekers vonden de kaarsen goedkoop. Nou, dat gaan we dan nog even aanpassen. En daarna stoppen bij de video. Dat probleem opgelost. Dames en heren, ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze video. Vergeet dan zeker niet op dat duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer. En dan zie ik jullie graag later bij de volgende video. Later mensen.